Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken hoge sluierwolken over Nederland, maar ook lager in de atmosfeer zien we langzaam maar zeker de bewolking wel toenemen. Dat betekent voor vanochtend, met name in het oosten, nog wel wat lichte zonneschijn. Misschien hier en daar in het midden en westen ook wel. Maar de bewolking neemt daar dus, als gezegd, langzaam toe. Temperaturen liggen boven het vriespunt. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, wordt het 4 tot 6 graden. En in de loop van de middag kan er in het westen al regen vallen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten, is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Vanavond trekt de regen langzaam verder naar het oosten. En dan koelt het geleidelijk af naar 3 tot 7 graden. In het noordwesten wordt het in de loop van de avond alweer meest droog. Dan gaan we naar morgen en dan zien we met name in het zuidoosten van tijd tot tijd regen of motregen. Meer naar het noordwesten toe is het vaker droog, met misschien een beetje zon. 6 tot 8 graden op de thermometers en een matige zuidwestenwind. Dan de vrijdag, die verloopt meest droog, maar laat op de vrijdag kan er toch weer wat regen vallen. In het weekeinde ook kans op regen. En we zien vooral eerste kerstdag de zondag dus de temperaturen oplopen tot boven de 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.